dames en heren. Vissen in Zweden. Beekje weg. Eerst eens binnen. Even kijken wat een prachtig plaatje dit. Mooie grote baars. Ja, kom maar even kijken. Hij heeft echt serieus dat hele ding ingestikt op het moment. Hier hebben we hem dan. Eerste vis van Zweden. Mooie baars. Kijk wat een mooie kleuren die heeft. We gaan weer terugzetten, kijken van grote vangen, een grote, dat is natuurlijk direct van. Hopelijk komt het een kina. Dat ik nou nog iets ervan. Op de drijver, op de poppen. Vlak voor de boom. Even mijn handschoentje aantrekken. Het is geen metersnoer. Maar we hebben hem. Yes. Dag 2. We beginnen met een heel klein microsnoepje. Kijk. Dit is weer een prachtig plaatje. Ik denk dat ik niet hier mijn handschoen voor nodig heb. Wat een mooi beestje. Het is vandaag iets minder lekker weer. Je ziet het, er zijn wild hier, dat is erg niet normaal. Laten we hopen dat deze nu niet in de klauw gaat. Ik kom zo weer bij jullie terug. Dames en heren. Mooi weer snoepje erbij. Eerste van de dag. Ik denk dat hij een centimeter 35 is. Prachtig beestje. Slokte mijn poppen op alsof hij honger was. En we gaan hem weer terugzetten. Kijk dat hij weer rechts gaat. Kijk wat betekent.
daar. Een centje pijn. Duurt al even. Het zijn wel leuke beestjes. Eindelijk hebben we weer een visje in de handen. Vandaag hebben we ongeveer 5-6 snoepen misgeslagen. Echt een hele grote. En eindelijk heb ik hier het resultaat weer van het visje. Een baarsje. Eindelijk. Nou, als mijn cameravrouw even wil filmen met de andere kant, weet je hoe ver we van ons einddoel zijn? We zijn bij het eindstation. Dus eigenlijk hadden we helemaal niet hoeveel waren. Waar ze zitten recht onder het station waar we ik ga hem eruit teruggeven. Dag 3. Weer een snoekje eraan. Hopelijk blijft ze deze keer wel zitten. Waarschijnlijk gaat deze de val nemen. In Nederland zou ik het nooit doen, maar hier in Zweden komen ze zo verschrikkelijk veel vol. Waarschijnlijk gaan jullie ook wel zien hoe we hem bereiken. Prachtig beestje, kijk wat een mooie zit. Het is niet een hele groot exemplaar, maar we hebben ook niet heel veel nodig. We zijn er met z'n twee. Die hele grote loebassen laten we natuurlijk gewoon gaan. Ik ga er lekker de boot van helpen. Onthaakt. Prachtig beestje weer, mooie tekeningen. Wat ik al vertelde in het vorige filmpje, we gaan deze lekker opeten vandaag. We doen dat één keer als we in Zweden zijn, altijd een visje opeten of een forelletje of een snoekje. Nou, de snoeken zijn heerlijk om te eten. Dat gaan we vandaag dus weer doen. Zeker dit kleintje, we hebben niet veel nodig. Zo'n 80 centimeter snoek is veel te veel vlees. Hier hebben we precies een mooi maaltje aan vandaag. En ik schaam me natuurlijk zo humeen mogelijk dood maken. Ik ga dat niet op de film zetten, dat hoeven jullie niet te zien. Zo, nummer 2. Het is geen grote, het is echt een kleintje. Kijk hem eens gaan. Hij wil wel. Oh, en hij is los. Helaas. Nou, we hebben hem gezien. Volgende keer beter. Onze maaltijd is alweer bijna klaar. We gaan vandaag deze heerlijke snoek opeten. Hij is dus niet voor niks gestorven. Het zal lekker smaken. Niet alleen het vissen kan het, maar het opeten van vis en bakken van vis ben ik ook erg goed in. Je ziet het. Hij is bijna klaar. Hij is mooi goudbruin, het snoepje. En ik denk dat hij goed gaat smaken. En lekker, lekker visje hoor. Helemaal top. Zo, dag 4. Vandaag gaan we waarschijnlijk niet vissen. Het is vandaag verschrikkelijk slecht weer. We gaan dus niet het water op vandaag. Waarschijnlijk gaan we wel morgen nog even vissen, want daar morgen klaart het waarschijnlijk op.
We gaan wel even wandelen, daar zal ik misschien ook wel beelden van laten zien. Ik zeg anders tot dadelijk en anders tot morgen. Zo, dag 4. Ik vertelde vanochtend al bij het introotje dat ik vandaag niet zou gaan vissen. Het is erg slecht. Het is een beetje opgeklaard. We zijn vandaag lekker aan het wandelen. Ik zit midden in zee. Ik ga midden in de bos. Prachtig. Een paar eekhoorntjes gezien. En hopelijk zien we meer. Misschien wel een elandje. Misschien wel een beer. Grote kans dat we die niet tegenkomen. Maar het is alsnog prachtig. Ook al zouden we niks zien. Waarschijnlijk morgen gaan we weer vissen. En dan komen we nu al visbeelden aan. Helemaal top. Is waiting up for you all night. Just to see that you got home all right. Zweden staat niet alleen bekend om hun mooie viswateren, maar ook om hun mooie natuur. Waar we nou tegen zijn gekomen. We weten dat de eland hier loopt in de bossen, maar nu weten we het zeker, want we hebben een beetje bewijs. Kijk eens, dit is de afdruk. Hier loopt normaal één teen, dat is de andere teen, en dan komt hij zo rond. Dus hij is zo hier langs gelopen. Hij is zo die kant op gelopen. Ze lopen hier dus rond, op zoek naar de eland. Zo, nog meer bewijs dat de elanden hier rondlopen. Wat jullie voor jullie zien is elandenpoep. Nou, dat betekent dus dat ze in de buurt zijn. Dag 5, de laatste dag. We zijn weer aan het vissen. Vandaag gaan we dit proberen. Het waait vandaag mega hard. Dus ik hoop dat we wat gaan vangen. En zo niet, hebben we sowieso al beelden. Want ze talt net een dikke baars gevangen op de ijzerzee. Dus dat is ook gaan doen. We gaan het dadelijk gaan proberen. En als we wat vangen, kunnen we het natuurlijk proberen. Dan vangen we dadelijk nog een laatste dikke bak. Zo, Chantal, wat heb je daar gevangen? Een baars met een ijzerzengel op de garnaal. Hey. Ja, hè?
kan dus gewoon in de zomer. IJsvissen in de zomer kan. Het is eindelijk geslaagd. Moet je kijken wat een mooi baasje. Zo, dames en heren. Eindelijk hebben we weer wat. Eindelijk een vis. Hoop het blijft te zitten. Dat feit. Laat een paar vissen gaan. Ga eens even zitten. Binnen. Moet je kijken voor een lel. Super groot baas. Zo, we hebben hem. Moet je kijken, wat een kapitale baas, hè. Prachtig beestje. Gewoon echt een groot. Deze vang je normaal nooit in Nederland. Hij bloedt een beetje, want hij is best wel diep gehaakt geweest. Hij is mooi dik. Prachtig visje. Maak even een beetje dichterbij, close-upie. Kijk, wat een prachtige kleur ook. Die vin helemaal felrood. Prachtig. Kusje erop. En dan gaat ze weer terug. Maak eerst even een paar fotootjes. Ik wil jullie terug zou komen. Maar ik wist niet dat ik zo snel weer eentje had. Het is vandaag Nationale Baarsdag, zo te zien. En ik heb er weer een. Prachtig visje ook weer. Niet zo groot als die van de net. Die van de net was wel echt heel mooi. Ik ga hem weer even onthaken. En dan komt het allemaal weer goed. Toppie. Lekker bezig. Prachtig klein visje weer. Prachtige tekeningen. Een paar moer op zijn deksel. Prachtig. Een van de laatste visjes uit Zweden. Zo, dames en heren, we hebben hier echt een dikke baard. Echt, vandaag is het echt baardig. We gaan naar binnen kijken. Zo, weer een nummertje 4. Echt, de baarzen vandaag zijn echt niet normaal. Gisteren of eergisteren hebben we natuurlijk ook een baars gevist. Nou, toen heb ik er maar 2 gevangen. Nou, ik denk dat het een beetje met het weer te maken heeft. Het water is mega helder vandaag. Nou, die baarzen die hebben echt zin. De snoep wil niet, maar de baars, fantastisch. Mega blij mee. En weg is ze. Lekker zeg. Zo, dames en heren. Laatste dagje is weer voorbij. Dit is het einde van het filmpje. Like en subscribe als je meer filmpjes wil zien met vissen met Fons. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zeg duimpjes omhoog. En altijd blijven vissen. Lekker doorgaan.